Vandaag is er nog veel studentenverkeer bij Luca School of Arts in Gent. Maar vanaf 1 november gaat de kunstencampus hier onverbiddelijk op slot. Code zwart noemen ze het hier. Afstandsonderwijs zonder praktijklessen en dat tot woensdag 11 november. Gisteren is toch duidelijk gebleken dat we om het virus echt te bestrijden, dat we enkele dagen helemaal moeten de zaken stilleggen. Dat zelfs praktijkonderwijs niet meer mogelijk is. Praktijkonderwijs was in zeer gecontroleerde omstandigheden nog mogelijk in code rood. Maar als dat niet meer mogelijk is, dan zitten we met de specificiteit van een kunsthogeschool echt nog een stap verder. En dan hebben we het code zwart genoemd. Zwart is eigenlijk geen kleur, dat is de afwezigheid van kleur. En praktijk is voor ons zodanig essentieel dat als we dat niet kunnen doen in een kunstopleiding, dat we dan toch wel in een heel extreem scenario zitten. Bepaalde kunstvormen, zoals game design en grafische vormgeving, kunnen perfect online gegeven worden. Maar praktijklessen, zoals beeldhouwkunst, theater- en filmopleiding, hebben nu eenmaal nauw contact en een publiek nodig. En dat is nu even niet mogelijk, vinden ze bij Luca School of Arts. Dus gaat de kunstencampus 11 dagen lang op slot. Die praktijk is voor ons zeer essentieel. Daarom was ze ook in gecontroleerde omstandigheden behouden in code rood. Maar nu gaan we even 11 dagen naar wat wij code zwart hebben genoemd. Opnieuw uit bezorgdheid om dat virus uit de wereld te krijgen, om onze gezondheidssector alle kansen te geven. En ook wel een beetje uit solidariteit met onze sector, de cultuursector, waar het licht ook volledig terug uitgaat de komende weken. Code zwart is dan ook een symbolische kleurcode, want nu ook de cultuursector weer volledig op slot gaat, kunnen we als grootste kunstenschool van het land niet achterblijven en moeten we onze eigen sector steunen, vinden ze hier. De campus zelf gaat op slot vanaf volgende week tot 11 november. Online blijven we wel bezig. We hebben dat ook in maart gezien, toen zijn we ook van dag op dag in een lockdown moeten gaan. Er kan heel wat digitaal, onze docenten zijn ook zeer creatief wat dat betreft, onze studenten vinden elkaar dan. Op 12 november zouden we moeten kunnen overschakelen naar het echte rood en in dat rood is terugpraktijk mogelijk. Dat is in zeer gecontroleerde en veilige omstandigheden dat we dat zullen moeten doen. Maar dan kunnen we inderdaad onze kunstopleidingen terug wat meer opstarten, wat meer zuurstof geven.